begeleid door een koor van de RET, de Rotterdamse Elektrische Tram, zoals ze zichzelf noemen. 60 man sterk. En ze brengen een lied wat hier natuurlijk in Rotterdam niet kan missen. Het bekende Feyenoordlied. Geen woorden, maar daden. Maar dan met een gloednieuwe eigen tekst van Gerrit en Braber. Dames en heren, graag een daverend applaus voor Jaapie Valkhoff, Gerard Cox, André van der Lauw, Liet Kouwers, Koen Moulijn. En Wim Koopmans. Waar wij hier en nu voor zingen. Pak je beurs of pak een cheque en doe met geld de beste dingen. Daar zingt het regio, dat wij er iets aan doen. Hand in hand voor een leven, hand in hand zijn Rotterdam. Met wat geld, Rotterdammers zijn wat mal. En je post is snel geteld. Ja, we zien het allemaal. Laten we daarom nog eens zingen. Zo mooi in onze kuil, als straks Feyenoord weer zo speelt. Nou, dan lach ik me een stuil. Want er klinkt op Katendrecht, op de Blaak, het oude Noorden. Dat is typisch Rotterdam, blijft die daden fijne woorden. Maar voorover zingen. Alsjeblieft allemaal wat Lee Towers op dit moment doet. Die antwoordkaart op de bus. Het was een lekkere klap, Lee. Ja, dat mag best nog een applaus. Fantastisch. Lee, ik weet dat jij zeer betrokken bent bij de kankerbestrijding. Onder andere bij de Daniel den Hoed kliniek hier in Rotterdam. Zeg nog even, jijzelf, hè, waarom vind jij dat zo belangrijk dat iedereen meedoet? Je hebt net dat filmpje gezien van die Amerikaanse actrice. En daarin zie je gewoon een heel duidelijk voorbeeld hoe zeer dat ingrijpt, ook in de huiselijke kring en ook gevoelsmatig. En daarom ben ik ook naast deze actie nog bezig voor het familiehuis van de Daniel den Hoed.
waar maar... dat soort mensen kunnen overnachten voor een polyklinische behandeling en ook de familie. En mensen moeten nu meedoen, hè?